Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 19 augustus 2016. Dit is de ochtendeditie van zaterdag. Omdat de uitzending gisterochtend door technische problemen en doordat ik daarna weg moest niet doorging, zend ik vanochtend de uitzending van donderdag over de sfeer op PI2NOS opnieuw uit. Ik zend daarna wel de morse en SSTV van gisteren uit. SSTV plaatje in SSTV mode PD90 is een gisteren gemaakte fotocollage van apparaten voor DMR, D-Star en DPMR. Het bovenste apparaat is de zendontvanger waarmee ik gewoonlijk op PI2NOS te horen ben. De sfeer op PI2NOS lijkt de afgelopen dagen verbeterd. De vraag is nu hoe we dat vast kunnen houden. Ik blijf over het onderwerp publiceren. De komende dagen ga ik in korte items zaken die bij de binnenkomende mail naar voren zijn gekomen behandelen. Kleine zaken vaak die soms toch een hoop kunnen uitmaken. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 18 augustus 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag gaat de hele uitzending over de mogelijke verdwijning van de twee landelijke bovenregionale repeaters. Geen morse, geen SSTV, alleen een uitzending naar aanleiding van de binnengekomen mail over de repeaters. Ik krijg eigenlijk in de hoofdzaak maar drie soorten van reacties. Enerzijds gelooft men niet dat de repeaters zomaar uitgeschakeld worden. Verder is de ergernis groot over de gedragingen van sommige legale gebruikers die kennelijk hun grenzen niet kennen en die niet inzien dat je je op PI2NOS niet anders moet gedragen dan in een woonkamer met een gezelschap aan goede bekenden. Daarnaast is de ergernis ook groot over, wat kennelijk zo ervaren wordt, ik zeg het maar gewoon, een vaste kliek aan mensen en ook bepaalde onderwerpen die je steeds maar hoort. Over het ongeloof, over het uitschakelen. Gevoelsmatig denk ik zelf ook dat het zo'n vaart niet zal lopen. Als je echter de feiten op een rijtje zet, dan ligt dat zeker anders. Ik denk trouwens niet dat het de illegale geluiden zijn die je ook op de repeater hoort, waar het repeaterteam zich het meest aan ergert. Ik denk dat het de misdragingen zijn door de mensen die de repeater wel mogen gebruiken, die het meest een doorn in het oog zijn. Dat is ook bij veel gebruikers zo. Er wordt al langer over het uitschakelen van de repeaters gesproken. Ik herinner me een voorbeeld van een regelmatige repeaterbezoeker die, ik geloof 3/4 jaar geleden, een keer in een opwelling een vrij krachtige en schokkende uitspraak deed. Ook toen stelde het repeaterteam al dat ze op het punt hadden gestaan om de stekker eruit te trekken. PI2NOS is ook in het verleden alles uitgeschakeld. Dat was toen de belangrijkste mensen van het huidige team het niet eens waren over de antennehoogte en het zendvermogen in de ATOF. De repeater is toen, als ik me goed herinner, bijna 2 jaar uit de ether weggebleven. Er is ook een recenter voorbeeld. Vorig jaar was er sprake van enkele Fusion repeaters die deels door het Hobbyscope team beheerd werden of daar nou mee verwant waren. Die repeaters werden toen ook uitgeschakeld. De officiële lezing daarvan was dat Fusion in Nederland niet was toegestaan. Ik heb echter zelf al 3 jaar een ATOF voor een hotspot op 430.975 die heel uitdrukkelijk ook in Fusion mag werken. De toen uitgeschakelde Fusion repeaters zijn echter nog steeds niet in de ether teruggekeerd. Denk dus niet dat het Hobbyscope team zoiets toch wel niet zal doen. Om op het veelvuldig en soms langdurig gebruik door een vaste groep personen terug te komen, wat ik hier vertel wil niet zeggen dat ik het zelf ook zie. Ik vind het zelf vaak niet vervelend om naar te luisteren. Ik vind het eigenlijk wel gezellig. Maar toch vind ik wel dat ik het standpunt moet verwoorden van een behoorlijk grote groep van mensen die mij hierover mailt. Behalve dat het voor een aantal mensen volgens deze mails lijkt alsof de repeater door een aantal vaste bewoners bevolkt wordt, wat hen zelf ontmoedigt om van de repeater gebruik te maken, is er ook veel ergernis over gedragingen van vaak legale gebruikers van de repeaters. Ruzies worden genoemd, ongepast taalgebruik, alcoholgebruik, noem maar op. Sommige van die reacties zijn echt boos en er zijn ook redelijk wat mensen die schrijven niet meer op de repeater te komen, omdat ze met sommige gesprekken op de repeater die geregeld plaatsvinden niet geassocieerd willen worden. Ik ken zelf los van de binnengekomen reacties ook meerdere amateurs die vanwege de sfeer op de repeater wegblijven. Het is dus zeker niet zo dat er niets aan de hand is. De ergernis die uit de binnengekomen mails spreekt is groot. En toch is de situatie niet hopeloos. Ik denk ook dat veel van de zaken die misgaan ontstaan uit onwetendheid of omdat mensen het niet zo bedoelen. Ook zijn er redelijk wat mensen die PI2NOS nog uit de eerdere periode kennen en die niet in voldoende mate beseffen hoe het repeatersysteem is gegroeid en belangrijk is geworden. Mensen die een jaar geleden op PI2NOS zaten zullen zich vast nog wel herinneren dat ondergetekende ook regelmatig 1 of 2 uur of nog langer achter elkaar op de repeater te vinden was. Dat wil zeggen op tijdstippen dat er geen daily minutes uitgezonden werden. Vanaf september 2015 ben ik zelf bewust mijn airtime op de repeater gaan verminderen. Het lukt uiteraard niet altijd, en als het een uitzondering is, dan denk ik ook dat het niet zo erg is. Maar ik had toen in gedachten dat ik de meeste keren niet meer dan 45 minuten achter elkaar op de repeater in QSO moest zijn.
Ik denk nu, bij de huidige drukte op de repeater, dat je je zeker eens achter je oren moet krabben als je op een dagdeel op de repeater constateert dat je in een tijdsbestek van 30 minuten meerdere keren te horen bent geweest. Ik denk dat echt, als ik hoor hoe sommige repeatergebruikers in mails zeggen dat ze zich uitgesloten voelen, of zo'n gevoel nou terecht is of niet. Zijn er voorbeelden waar het beter gaat? Die zijn er zeker. Repeaters met een groot bereik kennen altijd problemen. Je ziet dat ook in het buitenland. In de VS is het niet alleen op repeaters, maar een groot deel van de serieuze amateurs mijt in een flink deel van de VS de 75 meter band. Die loopt ruwweg van 3800 kHz tot 4 MHz, dus net boven de 80 meter band. En dit vanwege de slechte sfeer, vanwege dronkenschap en scheldpartijen. Er is op repeaters echter sprake van een cultuur. En die cultuur kan een grote rol spelen bij het voorkomen van problemen. Zoiets bestaat juist niet uit het spelen van politieagentje. Maar de sfeer op een repeater kan zo zijn dat je het wel uit je hoofd laat om je te misdragen. De goede gebruikers van zo'n repeater pikken misdragingen niet en zeggen daar in een vroeg stadium iets van, zo vroeg dat het niet tot problemen leidt. Een concreet voorbeeld was de repeater PI3AMF in mijn eigen woonplaats. Die repeater was in die tijd een van de repeaters met een groot bereik, hoewel het al een stuk kleiner was dan we nu gewend zijn. Natuurlijk waren er ook wel eens problemen, maar normaal gesproken ging het daar behoorlijk aan toe. Terwijl helemaal niet zo ver bij PI3AMF vandaan ook voorbeelden waren van repeaters waar dat niet het geval was. De mensen die over die repeaters konden werken, die konden moeiteloos ook over PI3AMF werken, maar veroorzaakten daar de problemen niet. Overigens was PI2NOS jarenlang ook zo'n repeater met een uitstekend bekendstaand klimaat. In het eerste jaar dat PI3UTR in de lucht kwam, had PI2NOS voor het eerst opnieuw ook een regionale status. Beide repeaters waren toen nog niet bovenregionaal. In die periode was het PI3UTR die van die beide repeaters een minder goede reputatie had dan het meer dan goed bekendstaande PI2NOS. Het kan dus wel. Blijf je mailtjes sturen aan het bekende korte mailadres x@xdv.me als je hierop wilt reageren. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De nieuwsitems in de Daily Minutes worden volgens professionele journalistieke principes samengesteld, vergelijkbaar met zoals dat bij een vakblad op papier gebeurt of bij een krant.